Goedemiddag, dit is het NOS Journaal in makkelijke taal en ik ben Mark Visser. In dit journaal vertellen we over Donald Trump. Hij wordt de nieuwe Amerikaanse president. Het gaat over een onderzoek naar mensen met de ziekte kanker. En we vertellen dat kinderen met problemen vinden dat ze geen goede hulp krijgen. Donald Trump wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij won vannacht de Amerikaanse verkiezingen. De Verenigde Staten liggen hier. Tijdens de verkiezingen ging het tussen twee kandidaten. Kamala Harris van de Democraten en Donald Trump van de Republikeinen. Tijdens het tellen van de stemmen werd snel duidelijk dat Donald Trump de verkiezingen zou gaan winnen. Hij hield toen meteen een toespraak. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Deze Amerikanen zijn blij dat hij hun nieuwe president wordt. Kamala Harris is a beautiful woman, but she's not a businesswoman. That's the difference between our economy. Donald Trump gonna bring prosperity. I promise you that. Het is de tweede keer dat Donald Trump president van de Verenigde Staten wordt. Donald Trump is 78 jaar oud en werd geboren in de stad New York. Voordat hij de politiek inging, was hij vooral bekend als zakenman. Trump heeft duidelijke standpunten. Hij wil het leven goedkoper maken voor mensen. De belastingen en energiekosten moeten omlaag. Trump wil dat er minder vluchtelingen naar de Verenigde Staten komen. En hij vindt het klimaat niet belangrijk. Hij wil dat er meer olie en gas uit de grond wordt gehaald. En dat is slecht voor het klimaat. Over de hele wereld keken mensen mee naar de verkiezingen, want Amerika is een land met veel macht. Wat de president daar doet, heeft ook invloed op andere landen. Ook in Nederland keken mensen vannacht mee naar de uitslag. Bijvoorbeeld op een middelbare school. Daar bleven ze de hele nacht wakker. Nou, ik vind het wel erg gezellig en het is natuurlijk niet normaal als je 's nachts nog op school bent. Dus daarom maakt het wel extra bijzonder. Nou ja, ik ben wel geïnteresseerd in hoe het in Amerika aan toe gaat. En ja, het is ook erg leuk dat school dus zoiets organiseert. En dat de hele nacht? Ja, nou ja, kijken of we het volhouden natuurlijk. En ook in een concertzaal kwamen allemaal mensen kijken. Hoe beleeft u deze avond hier? Nog een klein beetje met samengeknepen billen. En de hele nacht wakker blijven, dat was voor sommigen te lang. Donald Trump begint in januari als president van de Verenigde Staten. En dat is hij dan voor 4 jaar. U kijkt naar het journaal in makkelijke taal. We gaan verder met nieuws over mensen die kanker hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een laag inkomen meer kans hebben om dood te gaan aan die ziekte. Mensen die veel geld hebben overleven de ziekte kanker vaker dan mensen met weinig geld. Dat komt doordat mensen met weinig geld vaker een slechte gezondheid hebben. Dit komt doordat ze vaker roken en minder bewegen. Ook hebben mensen met weinig geld vaker overgewicht. En ze hebben meer stress door bijvoorbeeld geldproblemen. Hierdoor is de kans op genezing kleiner als iemand kanker krijgt. Daarnaast wordt kanker ook minder snel ontdekt bij mensen met weinig geld. Uit onderzoek blijkt dat zij minder vaak meedoen aan bevolkingsonderzoeken, zoals dat naar darmkanker en borstkanker. En sommige mensen vinden de gesprekken met artsen ingewikkeld. En ook de informatie uit folders moeilijk te begrijpen, omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen lezen. Daardoor is het lastiger om de juiste hulp te vinden. Volgens de onderzoekers houden artsen daar te weinig rekening mee. Zij zeggen dat artsen beter moeten leren om alles in makkelijke taal uit te leggen aan hun patiënten. Kinderen en ouders die hulp krijgen van jeugdzorg voelen zich vaak niet goed geholpen, blijkt uit onderzoek. Terwijl jeugdzorg er juist is om te helpen.
Jeugdzorg helpt gezinnen als het thuis of op school niet goed gaat. Bijvoorbeeld bij problemen thuis. Als er veel ruzie is, als het onveilig is of als ouders moeite hebben met de opvoeding. Bij problemen op school, als een kind gepest wordt of moeite heeft met leren. Bij psychische problemen, als een kind vaak verdrietig, angstig of boos is of verslaafd. Jeugdzorg probeert dan met gesprekken en begeleiding de problemen in het gezin op te lossen. Onderzoekers zeggen dat het jeugdzorg vaak niet lukt om gezinnen goed te helpen. Zo moeten kinderen lang wachten op hulp en er wordt niet goed naar ouders en hun kinderen geluisterd. De 15-jarige Marcus weet hoe dat is. Hij voelde zich heel somber en zocht hulp. Die kreeg hij pas na een jaar wachten. En dat was zwaar. Zwaar, omdat het... Ja, je hebt natuurlijk mentale problemen. En dan wil je graag dat er hulp komt. Maar dat komt er steeds niet. En je moet steeds wachten. Maar de problemen die blijven. Uiteindelijk kreeg Marcus een soort therapie die hem moest helpen om beter met zijn gevoelens om te kunnen gaan. Maar die therapie vond hij niet goed bij hem passen. Nee, ik heb toen aangegeven dat het niet werkte voor mij. En toen zijn er eigenlijk 5 sessies bijgeplakt. En daarna werd er gezegd, oké, maar wij denken dat het wel werkt. Dus je hebt het er maar mee te doen. Marcus voelde zich daardoor niet gehoord. Jeugdzorg heeft al langer problemen. Zo werd jaren geleden ook al gezegd dat er beter naar kinderen moet worden geluisterd. Maar er is dus niet veel veranderd. Deze vrouw vindt dat heel erg. Zij komt op voor kinderen die zorg nodig hebben. De kern van het probleem is dat er niet met kinderen en jongeren gesproken wordt over wat zij nodig hebben om weer goed verder te kunnen, om goed op te knappen. Welke hulp zij nodig hebben. Volgens de onderzoekers is het dus belangrijk dat hulpverleners betere gesprekken gaan voeren met ouders en hun kinderen. Dan het weer. Vanavond wordt het op sommige plaatsen weer mistig. Het is 7 of 8 graden. Morgen is het in het noorden eerst mistig. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. En in het zuiden is kans op wat zon bij 6 tot 10 graden. In dit journaal lieten we zien dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. We vertelden over een onderzoek naar mensen met de ziekte kanker. En het ging over jeugdzorg. Kinderen met problemen vinden dat ze geen goede hulp krijgen. Dit was het voor nu. Morgen is er weer een NOS-journaal in makkelijke taal. Tot dan!